Hey Django, hoe is het? Goed hoor. Ik heb een goede internetverbinding, dus lekker vanuit huis aan het werk. Oké, dat helpt inderdaad. Een internetverbinding is belangrijk in deze tijd. Ik wilde even met je hebben over de crisisapplicatie. We zien dat steeds meer klanten bij ons dat al in gebruik hebben. En de crisiscommunicatie-app zorgt er eigenlijk voor dat je centraal de informatie rondom corona richting je medewerkers communiceert. Microsoft heeft daar een Power App voor ontwikkeld. Die Power App hebben we bij een aantal klanten inmiddels geïmplementeerd. Ik wilde dit moment even met je benutten om eens even terug te blikken en onze ervaringen te delen over die applicatie. Dat lijkt me zeker een goeie. Misschien is het handig dat ik mijn scherm ga delen. Als het goed is, zie je het scherm. Ja, want jij gaat even aan de hand van een demo de crisis-app nog even door, hè? Ja, dat lijkt me een mooi voorbeeld om meteen te laten zien hoe het gebruikt kan worden en hoe je de flexibiliteit die je daarin hebt. Wat we met name zien, ook bij onszelf, is dat je natuurlijk gebruik maakt van een Power App. En een Power App kan je openen vanuit verschillende plekken. Maar zoals wij hem bijvoorbeeld ook zelf inzetten, is dat je hem ook kan laten zien vanuit een Microsoft Teams omgeving. Dus of het nou de client app is of een browser, wat je ziet is dat je hier gewoon heel snel de crisiscommunicatie app naar boven kan halen. En vanuit daar zie je heel snel dat je al een aantal functionaliteiten out of the box tot je beschikking hebt. Bijvoorbeeld de company news waarin je nieuwsberichten deelt. De world news waarin je bijvoorbeeld een link maakt met een feed vanuit een externe bron. Bijvoorbeeld het RIVM, handige tips, veelgestelde vragen, handige links, noodcontacten voor deze onderwerpen en natuurlijk het indienen van een verzoek richting bijvoorbeeld een collega of een centraal team. Oké, interessant. En nou, wat zien we nu om ons heen? Wat zijn de meest gebruikte functionaliteiten van de app op dit moment? Als ik kijk naar deze 7 kopjes, dan zie ik met name company news voor de bedrijven die bijvoorbeeld niet al een portaal hebben. De veelgestelde vragen met betrekking tot dit onderwerp en het indienen van een verzoek, zodat het centraal via proces behandeld wordt. Oké. Nou, het lijkt me op zich wel goed om eventjes in ieder geval het nieuws om daarin te duiken en de FAQ, omdat je zegt dat veel gebruikte functionaliteiten zijn. Nou, goed idee. Wat je ziet bijvoorbeeld met de company news is dat contentbeheerders, noem ik het dan maar even, vaak een centraal team, heel snel nieuwsberichten de wereld in kunnen gooien. Stel dat je daar gebruik van maakt, dan zit ik nu in de Power App en dan doe ik Read More. En dan zie je dat ik hier heel snel een nieuwsbericht zie dat ons kantoor gesloten is vanwege het virus. Kan je nieuwsberichten, kan je afbeeldingen toevoegen, recht toe, recht aan. En je kan altijd heel snel terug naar het overzicht en vanuit daar kan je eventueel nog terugbladeren in de geschiedenis. Oké, ziet er goed uit. Nou, recht toe, recht aan. Wat betreft de veelgestelde vragen, zie je dat mensen zijn natuurlijk gewend om te zoeken. Dus die functionaliteit moet er standaard in zitten. Dus stel dat ik iets wil weten over hoe zit het met mijn vakantie en ik zoek daarop, dan zie ik heel snel vragen en antwoorden met betrekking tot dit onderwerp. En wat wij veel zien bij klanten waar we al vaak de app hebben uitgerold, is dat mensen toch een soort categorisering willen. En stel dat ik dan een bepaalde categorie aanklik, dus iets wat wij hebben toegevoegd binnen de Power App, dan zie je al heel snel dat je een filter eroverheen gooit en dat die dan de resultaten beperkt. Oké, ja, dit is inderdaad de categorisering hebben wij dan zelf ingebouwd in de app. Omdat we zien dat veel klanten hierom vragen. Wat we ook zien is dat bij onze klanten ja, separate crisisteams in het leven worden geroepen om in ieder geval de crisis goed onder controle te krijgen en vanuit dat team centraal te communiceren. Is het ook mogelijk om zo'n crisisteam makkelijk de content te laten aanpassen in de app? Bijvoorbeeld, er komt een nieuwe vraag bij vanuit de organisatie. Kun je die makkelijk registreren hierin? Ja, zeker weten. Wat je ziet is dat binnen deze oplossing, die je dus heel makkelijk kan installeren, zit er nog een tweede app die je in principe alleen maar deelt met je contentbeheerders. Dus stel dat ik even de rol aanneem van contentbeheerder en wij hebben een team voor onszelf gemaakt, natuurlijk een Microsoft Teams team, dan zou je heel makkelijk een tabblad kunnen toevoegen naar die specifieke Power App. Dus niemand hoeft ook eigenlijk uit de context van Teams. En dat je vanuit hier heel makkelijk en heel snel de FAQ-items kan beheren. En dan zie je dus hier de FAQ-items. En stel dat ik zeg van nou, ik wil deze bewerken. Dan kan je heel gemakkelijk zeggen van nou, ik wil hem nu niet meer zichtbaar maken. Of ik wil eventueel de categorisering veranderen. En hetzelfde geldt net zo makkelijk een bestaand item bewerken. Net zo makkelijk een nieuw item toevoegen. Dus recht toe, Oké, recht ja. aan. En hier zie je ook
als je gaat naar de landingspagina van de app, alle componenten, dat je die heel makkelijk hier kan beheren. Ja, want ik zag wat componenten op de startpagina van de app, hè? Bijvoorbeeld de tips component. Stel dat ik die niet wil, kan ik die dan makkelijk aan- en uitzetten? Ja, dus stel dat ik dat zou willen, dan heb je hier in de instellingen van de admin app, kan je heel snel zeggen van nou, ik wil dat iemand niet de world news wil hebben. En als ik hem nu opsla, dan zal dat icoontje niet meer zichtbaar zijn. Als iemand nu de power app zal openen vanuit de communicatie vanaf dit moment. Oké, mooi. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Hey, en we gebruiken bij ons intern binnen Inspark ook de make a request functionaliteit. Om ervoor te zorgen dat in ieder geval de vragen en de ideeën centraal binnenkomen. Ja, dat is inderdaad dit formulier wat je nu ziet. Het werkt heel gemakkelijk, want de vragen komen meteen op de goede plek binnen. Ja. Ja, ik had net ook al eventjes een request ingediend in de tussentijd. Kan je eens laten zien waar die requests dan terechtkomen? Ja, je hebt een aantal opties. Je kan zeggen, ik wil dat het ingediende verzoek via de e-mail verstuurd wordt. Maar in veel gevallen, zoals we het ook bij ons hebben gedaan, laten we de request centraal landen in een Teams channel. En vanuit hier kan ik op jouw verzoek reageren via de e-mail. Dan gaat hij een e-mail openen of uiteraard direct via een Teams chat. En dan kunnen we daarin onze discussie vervolgen. Ja, top. Nou, dat is dus in een notendop eventjes de crisiscommunicatie app en onze ervaringen met betrekking tot de app. Nou, heb je interesse, neem contact met ons op. Dan kunnen we die ook bij jou in de organisatie verder uitrollen. Yes.